Ik wil, als je het goed vindt, even inzoomen op de man die ons allemaal bezighoudt. Donald Trump. Een van de vragen werd gesteld op Instagram door Anna Drijver. En die vroeg, moeten we niet meer begrip hebben in Nederland voor die Trump-stemmer? Wij in Nederland? Ja. Ja, ik weet niet hoe... Ik weet niet... Kijk... Ik vond het een hele interessante vraag. Ja, bedoel je dan in die zin van... we moeten ook er bedacht op zijn... dat we in Nederland wel goed doorhebben... wat een grote groep mensen vindt die misschien ongehoord is? Ik weet niet hoe zij het bedoelt, maar zo interpreteerde ik het, zo interpreteerde ik het wel. Als ik in 2016, toen Trump werd verkozen... heb ik heel lang gezegd, dat wordt niks. Die gaat niet winnen. Het wordt Hillary Clinton, uiteraard. Die landslide, zo'n meloot, gaat niemand voor stemmen. En in 2016 kreeg ik de kans om door de VS te reizen. Ja. Toen kwam ik eigenlijk achter hoe ik jarenlang verkeerd naar de Verenigde Staten heb gekeken. Dus ik kende de West Wing, ik las de New York Times... ik wist wat er in Los Angeles gebeurde en in New York. Even heel gechargeerd. Maar daartussenin zit het heartland van Amerika. Het overfly country noemen ze het gewoon. Flyover country. Het land waar je overheen vliegt. Ja. En plotseling werd ik uitgenodigd in Pensacola. En dat is helemaal in het noorden van Florida. Mm-hmm. Golf van Mexico. Een uur of 3 van New Orleans ligt dat vandaan. Dat noemen ze wel de Redneck Riviera, werd mij verteld. Dus daar was ik. En daar kreeg ik de kans om voor het eerst met Trump-supporters te spreken. En dan kwam ik erachter dat niet allemaal gekken zijn. Dat hele doorsnee Amerikanen zijn... die ontzettend teleurgesteld zijn in de overheid. En toen dacht ik voor het eerst... ik ga niet zeggen, nou en toen wist ik het hoor, Trump ging winnen. Toen was het voor het eerst, dacht ik, wow... Ik heb gewoon een heel beeld van Amerika gemist. Even later kon ik door naar Denver. Precies hetzelfde. En dat is nog een heel progressieve staat. Maar het is precies hetzelfde verhaal kwam ik daar tegen met mensen. Dat je denkt, oké, we vergeten een heel deel van Amerika. En ik denk wel eens in Nederland dat we niet helemaal een goed beeld hebben... bij hoe de Verenigde Staten in elkaar zitten... en wie de stemmers van Donald Trump zijn. Dus eigenlijk is mijn vraag... Ja. Maar maak je dan ook zorgen over een soortgelijk fenomeen in Nederland... Ja, zeker wel. Omdat omdat veel van de stemmers op Donald Trump... en dat is in Nederland hetzelfde... ik heb een heel mooi boek gelezen... naar aanleiding daarvan, The White Working Class. Ik ben even de naam van de auteur kwijt. Maar ze is feministe en ze heeft heel lang daar allerlei studies naar gedaan. Hochschild? Archie Hochschild? Nee, het komt even niet helemaal op. Maar het is een fantastisch boek. Kan het iedereen, de White Working Class. En eigenlijk zegt zij, we hebben te lang niet naar klassen gekeken. En dit zijn de mensen die eigenlijk vaak zijn het teleurgestelde democraten. En in Nederland zie je precies hetzelfde. Vaak zijn het teleurgestelde sociaal-democratische kiezers. Die uiteindelijk eerst naar Pim Fortuyn en daarna op de PVV zijn gaan stemmen. Dus die democraten... zijn er niet goed genoeg in geslaagd om die werkende klasse te vertegenwoordigen. En dat zagen we in 2016 in die Rust Belt. Ja. Die staten in het noorden van Amerika, Michigan onder andere... met veel fabrieken, staalindustrie, auto-industrie... Waar ze het vertrouwen hadden verloren. En Hillary Clinton niet vertrouwde. Ja, en wat fascinerend is natuurlijk... is dat die mensen feitelijk tegen hun eigen belangen in hebben gestemd. Ja. Want dat zijn mensen, dat is inderdaad working class mensen. Het zijn mensen die worstelen met een economie die steeds meer overgaat op robotisering. Mensen die worstelen met unemployment in sommige regionen. Die zijn niet gebaat bij een president die niet alleen financieel gevoed wordt door corporate interests, dus door grote bedrijven, maar daar ook zijn hele leven al zelf in beweegt. En daar vandaan komt. En dan, ze zijn gevallen voor die retoriek van draining the swamp. Ja. Maar hij is de swamp. Hij wordt gefinancierd door de swamp. Als we de swamp even definiëren als perverse prikkels vanuit bedrijfsleven bijvoorbeeld. Dat klopt, maar wat ik denk dat we wel hebben onderschat... en dat is dus de vraag, en daar ben ik wel benieuwd... moeten wij niet meer begrip hebben voor die Trump-kiezer... en waarom ze het doen? Wat we in elk geval niet moeten doen, is deplorables noemen. Zoals Hillary Clinton in 2016, de famous basket of deplorables. Toen dacht ik echt, jij gaat verliezen. Ja, was dat voor jou het moment? Ja, want ik verhuisde naar de Verenigde Staten. Ik heb eerst mijn master aan Columbia University gedaan... voordat ik mijn PhD ging doen aan de universiteit waar ik nu zit. Maar ik verhuisde naar New York de zomer van 2016. Dus ik heb nog een staartje... een heel mooi staartje Obama meegemaakt voordat het richtingen. Niet dat ik nou de grootste fan van Obama politiek gezien ben per se. Maar het was in elk geval een civielere tijd om het zacht uit te drukken. Maar goed, ik zag dus die laatste stappen van die campagne van Clinton en Trump. En ik weet niet meer precies welke maand het was dat ze het over de basket of deplorables had. Maar toen ik daar zat, hoorde ik daar echt mensen over van shit, dit is echt funest. Als je dat doet, als je die mensen weg gaat zetten als hoe zou je deplorables vertalen in wat is een vergelijkbaar soort van de uitschot. Ja, het echt uitschot. Ja. Nou, dat vind ik niet alleen strategisch dom, dat vind ik ook zo kwalijk. Ja. Moreel onjuist. Ja, moreel onjuist, omdat het is zo'n inschattingsfout. Het is zo, het liet ook zo zien hoe losgezongen zij eigenlijk was van het begrip van die groep. Die hele legitieme zorgen hadden. De Verenigde Staten is op heel veel manieren een land waar consistent een hele grote groep buiten de boot valt. Ja. Ook white working class. Ja. Maar als je dus kijkt naar die Trump-kiezer, hè, dus ook al tegen je eigen belangen instemmen, dat zien we in Nederland ook wel eens. Maar ergens snapte ik, nadat ik daar was geweest, snapte ik wel waarom die kiezers zo klaar waren met het establishment. En waarom zij niet Hillary Clinton wilden. Het was niet eens een stem voor Donald Trump, maar eigenlijk een stem tegen Hillary Clinton. Ja. En is het begrip ook wat we als Nederlanders zouden moeten hebben om te begrijpen wat gebeurt er in de Verenigde Staten. Hoe diep dit zit bij deze mensen. Ja, tegelijkertijd. En wordt daar genoeg over geschreven en verteld in Nederland? Over Amerika? Nou, over Amerika heel veel, maar over deze kiezer. Soms denk ik wel eens te veel. Ja, ik vind het interessant, want ik ben natuurlijk zelf. Ik zit erg in het Amerika-nieuws en geschiedenis en academisch gezien, et cetera. Maar ik denk wel eens, waarom elke scheet die Trump laat, daar wordt verslag van gedaan in Volkskrant en NRC en het AD? Why? Wat is de relevantie van Amerika voor ons dan? Waarom is dat zo belangrijk? De werkelijke relevantie. Ik bedoel, in plaats van elke blunder elke flater die slaat of elke nies die niest, daar verslag van te doen, zouden wat mij betreft elke dag de kranten vol moeten staan over hoe het dramatisch zou zijn voor het klimaat op het moment dat Biden wint. Dat Trump wint. We hebben nieuws. Ja, primeur. Nee, op het moment dat Trump wint. Want dat is, als je het hebt over waarom, wat heeft dit met ons in Nederland te maken? Klimaat. Daar kunnen we heel kort over zijn. En natuurlijk zijn er andere dingen zoals funding of geld halen uit NAVO potentieel. Of dat Europa meer op zichzelf aangewezen wordt. Omdat Trump eigenlijk al jarenlang een vrij isolationalistische, dus teruggetrokken, eigen op een eilandje houding voert. En Europa niet langer als, op dezelfde manier als een bondgenoot ziet als decennia lang na de Tweede Wereldoorlog. Tuurlijk, dat is allemaal ook relevant en daar moeten we het ook over hebben. Maar klimaat is echt het issue van deze verkiezingen wat mij betreft. Kan je daar iets over zeggen? Kan je daar iets over vertellen? Over wat er zo dramatisch zou zijn aan Trump die de verkiezingen wint? Wat betekent dat voor het beleid? Nou ja, ik bedoel, dit hoef ik jou niet te vertellen. Maar we staan natuurlijk al decennia lang op. Eerst was het, de klok staat op 5:12. Toen was het, het is 1:12. Ja. Nu is het eigenlijk gewoon al over middernacht. Ja. En hebben we in een van de meest impactvolle landen van de wereld, namelijk Amerika, impact op klimaat, impact op uitstoot, impact op wat zij met hun maatregelen daarvoor zouden kunnen betekenen. Iemand aan het roer staan die consistent de ernst van de zaak heeft ontkend en zelf heeft geridiculiseerd. Iemand die het verschil amper weet tussen weer en klimaat. Dat als er bosbranden zijn in Californië, dat die zegt, maar binnenkort wordt het weer koeler hoor jongens. In plaats van te erkennen dat niet alleen dat het te maken heeft met de opwarming van de aarde. Het is iemand die institutioneel klimaattechnisch alles heeft uitgehold. Door mensen op sleutelposities te zetten die zelf klimaatverandering sceptisch zijn. Vorige maand nog bij het Instituut voor Meteorologie en Oceanografie heeft hij 2 mensen opgezet die ook hebben ontkend hoe ernstig het is. Dat is waar we mee te maken hebben. Hij heeft zich teruggetrokken uit het Parijsakkoord. Als dat nog 4 jaar... Ik bedoel, hij gaat niet opeens de komende 4 jaar daar anders in staan. Ik denk eerder dat hij daarin verhardt. Hoe harder de roep vanuit de samenleving zal worden, hoe meer hij zeg maar zijn hakken in het zand zal zetten. Wat kunnen de staten daartegen inbrengen? Want ik herken dit. Hè? Ja, en hij heeft ook weer allerlei vergunningen uitgegeven voor nieuwe pijpleidingen. Voor oliepijpleidingen, drillen. Dat er in natuurgebieden gebouwd en naar olie geboord mag worden. Maar je ziet tegelijkertijd dat de progressieve staten, Californië, New York, dat die eigenlijk zeggen: wij gaan gewoon onze eigen koers en wij conformeren ons aan Parijs. Dus hoe groot, wat kunnen de... Stel je voor in het worst case scenario, het gaat helemaal mis. Wat kunnen we daar tegen? Wat kunnen die staten daar nog tegen inbrengen? Wat is het effect van hun? Ja, die staten die kunnen wel wat. Zeker belangrijke staten zoals Californië, waar veel business zit, en New York. Maar dat zijn er dan 2 van de 50. En zo zullen er nog wel wat staten zijn. Maar hij maakt het nationale beleid. Okay. Dus ik bedoel, dat zou een soort, hoe noem je dat? Niet mosterd naar de maaltijd, maar dat zou een soort kleine handreiking natuurlijk wel zijn. Maar gewoon niet genoeg. En dat is eigenlijk, want Brian stelde die vraag: hè, waarom zijn die verkiezingen relevant voor Nederland? Hierover eigenlijk. Ja. En als je zegt, waar moet je over berichten? Dan is het eigenlijk wel over klimaat en wat de impact zou zijn als de Verenigde Staten daar niet in meegaat. Ik vind sowieso dat het veel meer daarover zou moeten gaan. Daar ben ik echt volstrekt met je eens.